welcome. This is the energy from the Stenbok Lazing for 02022. Stenbok, okay. Stenbok, this is a positive genezing for jullie. And the brick is that for sommige van jullie that had moeilijkheden, ik zie een nieuw start. For sommige van jullie that had moeilijkheden, ik heb een nieuw start gezien. Dus whatever the issue in the situatie is, ik zie dat de mensen dat start in moeilijkheid, ik zie een nieuw start come up voor jullie. Now, for sommige van jullie, answer the call and this is the energy that come up. Answer the call. This, there is a new career change that is coming up for you. Name the new pot in your career that open. There's a new career door that word could open for you. Name this new part. As you do it, it is, you gaat even create financial abundance for you. Name this new part that open up for jullie. Ik zie dat sommige van jullie wordt geholpen door de pillar van licht. En de pillar van licht is dat je energy vibration wordt gestegen in een zeer positieve energy, weet je. Als je bekijkt deze, je realiseert wat gaat gebeurd met jullie steerbord mensen, is dat je whole energy vibration wordt in gaat vibrate in een hoge frequency. En dat is best wel goed voor jullie. Now, what zit hier ook is dat de energy van de starseed, ga je licht, ga je licht, je innerlijke licht opnieuw starten. En dat is zeer positief, want dan krijg je positieve energy. Dan word je voel je, zoals je leven. Okay, dus als je bent connected met geestelijke gids, de starseed, misschien heb je starseed kinderen, je werkt met kinderen en dat soort van ding. Deze mensen en situatie ga je opvleugen en dit is best wel goed. Dan hebben wij dance with het leven. Sommige van jullie kennen, sommige van jullie kan niet, maakt niet uit. Je krijgt de kans om positive energy in your life and to bring a, this is good. Name the energy up and genees yourself here fun. Dan hebben wij een situatie waar sommige van jullie moeten loslaten. Loslaten als soul connectie. Jullie mannen en vrouwen, 50 jaar en ouder. Je houdt vast aan de soul connectie en je moet het loslaten. Okay, onbonden. Je gaat ontbonden contract met mensen van het verleden. Oké? En het gaat effect de mannen en vrouwen. 50 jaar en ouder. Je bent in je eigen lezen. Je komt op in je eigen lezen. Je moet loslaten en beëindigen contract. Oké? En deze zijn pas leven contract. Het moet nu beëindigen. En laat het achter jou. Oké? Dus als je bent een man of een vrouw, 50 jaar en ouder, je moet deze contract met de mensen. En contract sloot je af met relatie, met vriendschap en dat soort of ding. Deze zijn van het verleden. Je moet het loslaten in deze tijd. Voor je overlijden, je moet het loslaten. Oké? Loslaten, wat is het? Dat hou je vast aan bepaalde mensen. Dus je gaat een contract, je eind contract tussen u en je kinderen. Je eind contract tussen u en je man. Je eind contract tussen u en je familieleden. Omdat dat verbroken, de contract dat je creëert. En dan je bent vrij en die anderen zijn vrij. Oké? En daar kan je zelf genezen in komen. Oké? Bescherming komt op in de maand van juli, augustus en september. Dus juli, augustus en september krijg jullie bescherming hiervan. However, this komt op, ik zie bescherming in, als je gaat reizen, je wordt beschermd. Whatever the issue and the situatie. Dus daar is bescherming. Als je gaat op een reis, je wordt beschermd. Dus zeg je gaat in het buitenland, je wordt beschermd. Als je gaat een en weer naar huis, als je moet reizen, bescherming is hier voor jou, oké?
Vanwege door dat je snijdt de soul, de blokkades, je eind de soul, de blokkades, whatever the issue that was, you have it behind. Okay? Dames, het is goed voor jullie om loslaten bepaalde issues en situaties. Meestal van jullie dames gaat op reis, oké? Okay? Sommige van jullie krijgen wat mensen dat proberen. Zo so zegt, ja, ik ga beter dan zij doen. Of een soort van, ja, en ja, maar ik ga beter doen. En je zit te werk. Iemand zit je teken te werken en je gaat even bekijken, so it says, yeah, whatever. Vanwege dat there is jealousy omdat jij bent in de spotlight, mensen zien wat je zit om te doen, maar there is altijd een negative person. En wat ze zegt is dat dim je licht niet. En dat betekent door dat als je zit iets te doen en het is op een positive alignment of energy en dus helpt mensen en humanity, daar zijn jaloers mensen. Dus jij hebt mee te maken met some jaloers mensen. En die zit je achter jou om te praten en dat soort van ding. En de probeer je teken te werken. En die gaat je erast met dit. Hij is jaloers mensen vanwege dat je zit in de spotlight. En wat ze zegt is, don't dim your light. Je moet niet laten door andere mensen dat je laat je licht verdim. Verdim je licht niet van niemand, oké? Okay? Iedereen heeft de kracht om wat te creëren voor zichzelf. Dim je licht niet voor niemand, oké? Okay? Whatever the issue and the situatie is, je gaat verder in je leven. Whoever have issues and situatie, het wordt opgelost. Whatever the issue and the situatie dat heb je leven gepleegd, het wordt opgelost. In positive alignment van energy, where there's an issue and situatie in je leven, opgelost worden. En dat is best wel goed. Blijf positief. Oké. Blijf positief. En ga niet quit voordat je droom in alignment is gekomen. Blijf positief. Ga niet quitten voordat je dromen en winst in alignment komen. Sommige mensen wil dat gebeurt. En jij moet stand stevig in je schoenen en blijf even positief. Sommige van jullie denken over overlijden mensen. De brik dat ze stuur is dat mijn mind is vrij. Mijn hoofd is vrij. Oké, okay? Probeer even je hoofd vrij te zijn, dames en heren. En neem niet alle issues en situaties op jou. Probeer even je hoofd in balans te krijgen. En dit is best wel goed. Whatever the issue and the situatie is, dames en heren, je moet best wel weten dat de universe heeft een plan voor iedereen en je komt achter wat de plan is dat ze hebben voor jou in deze tijdspan. Stenbok, je werkt met de energy van service, dus het is geadviseerd voor jullie Stenbok mensen om service te geven. Jullie hebben de zes huis, de house of service en de planeet of Jupiter. Nou, de planeet of Jupiter is de hele jaar 2020 in je chart. En Jupiter gaat jullie helpen met creëren financial stability in je world. En dat is waarom de spotlight is op jullie Stenbok mensen. Gebruik ik in een positieve manier. Jupiter is hier. Jupiter is in de zes house van service. Dus als jij werkt en helpt mensen, je deel jezelf aan mensen, je geeft service aan mensen, aan humanity, oké? Okay? Dat gaat creëren financial abundancy, oké? Okay? So, service aan andere mensen, dat even guarantee financial abundancy, oké? Okay? Service aan andere bring positieve
dingen in je leven. Omdat als je geeft goed naar een ander, je krijgt dat ook terug. As you work in service is good fortune. It bring good vertrouwen in de mensen. Maar ook it give positive alignment van energy for you. Dus good fortune is the energy vibration voor jullie in deze maand. Okay? Positive alignment of energy. Je gaat even merken als je kiest om voor jezelf, career voor jezelf, a career or iets te creëren waar je geeft service aan anderen, maakt niet uit de bakken, je luistert naar mensen, je coach mensen, dat gaat creëren a huge financial abundancy voor jullie. Zeer mensen, okay? Ik weet het niet. Dus service is het. Jullie, als je create service voor anderen, je krijgt positive alignment van energie terug. Ik ben blij met jullie lezen. It is positive. However that come up, it is a positive lezen. Nou, ik ga het even zeggen namaste tot volgende keer.